De brandweer in de regio Nijmegen is hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Een groot deel van het brandweerwerk in de regio wordt namelijk niet verzorgd door beroepsbrandweermannen en vrouwen, maar is vrijwilligerswerk. Woordvoerder van de regio, Annemarie Koop, legt uit waarom de term vrijwilliger niet helemaal klopt. Nou, zegt vrijwilligers, lijkt alsof het heel vrijblijvend is. Dat zijn even goed opgeleide brandweermensen, mannen en vrouwen. Maar die hebben naast hun brandweertaak hebben ze ook nog een eigen fulltime baan eigenlijk. Dus brandweer parttimers zou misschien een betere benaming zijn. De vrijwillige brandweerlieden zijn niet voltijd in dienst. Ze worden opgepiept op hun reguliere werk en rukken vervolgens als brandweerman of vrouw uit. De vrijwilligers krijgen gewoon betaald. Ze zijn niet voltijd in dienst. Ze worden betaald voor de uitrukken die ze doen, de oefentijd die ze hebben en ook de opleiding die ze volgen. Maar verder zijn ze niet meer dan dat in dienst bij de brandweer Gelderland-Zuid. Een opleiding tot parttime brandweerman of vrouw kost 2 jaar en wordt vergoed door de brandweer. Na de opleiding ben je volledig manschap en dus oproep- en inzetbaar. De vraag naar nieuwe brandweerlieden in die regio is groot. Dat komt ook doordat de uitstroom, die wordt wat groter omdat de brandweervrijwilligers wat aan het vergrijzen zijn. Ze zijn allemaal heel fit en heel goed gelukkig nog, maar ja, op een bepaald moment houdt het toch op dat je niet meer mee kunt draaien of mag draaien. En dan is het heel fijn als er wel nieuwe aanwas is. Dus daarom zijn we wel echt op zoek naar nieuwe collega's voor versterking van onze teams. Koop hoopt dat veel nieuwe mensen zich aanmelden als vrijwilliger.